Wij ontwikkelen geneesmiddelen om uiteindelijk patiënten beter te behandelen. En dat betekent eigenlijk betere werkzaamheid en minder bijwerkingen. We kennen allemaal wel iemand die in onze nabije omgeving kanker heeft of reuma of andere chronische aandoeningen die behoorlijk belastend zijn voor de patiënten. Niet alleen de ziekte, maar vooral ook de behandeling van de ziektes. Geneesmiddelen op dit moment worden toegediend aan het lichaam en ze komen eigenlijk dan over het hele lichaam en hebben dan overal en een effect, maar vooral ook de bijwerking als ze in gezondheidszorg terechtkomen. In ons geval, in mijn geval, heb ik wel kunnen laten zien dat deeltjes gemaakt worden die wel specifieker naar ziekweefsel toe gaan, dus naar tumorweefsel bijvoorbeeld. Ja, ik weet het moment dat dat niet het idee werd bedacht, maar vooral dat het idee in de praktijk getoetst werd, of eigenlijk gewast de resultaten bekend waren. Dat was, toen was ik met mijn promotor op een conferentie. En op dat moment kreeg ik een sms van de analist die de studies aan het doen was. Van nou, trek nog maar een extra biertje open. Want dit is het bewijs is geleverd in de praktijk. Waar lig ik wakker van is toch eigenlijk wel de financiële situatie. In de zin dat financiering in Nederland moeilijk is. We hebben dus absoluut geluk gehad dat we een aantal subsidies hebben weten binnen te halen. Dat heeft ons dat heeft onze stappen gezet waar we nu staan, dat de modellen het concept hebben aangetoond. De private sector, de investeerders, die willen echter nog veel meer data. Die willen die data in patiënten zien voordat zij echt geïnteresseerd zijn om te investeren. En daar zit wel een behoorlijk gat tussen. In mijn geval heb ik het geluk gehad dat ik met een ervaren ondernemer, namelijk Joost Holthuis, een bedrijf heb kunnen opzetten. En door zijn kennis en kunde toch enorm veel stappen voorwaarts heb weten te maken. Simpelweg dat het een eigen bedrijf is en dat de vinding die ik destijds heb gedaan, of de vindingen eigenlijk, dat we daar nu met een kleine 10 man aan werken en daar stappen voorwaarts maken en dat we hopelijk dus volgend jaar de kliniek in gaan. Daar ben ik zeker trots op, ja.